zijn vanochtend extra vroeg opgestaan om de zonsopkomst waar te nemen hier bij de Grand Canyon. En we hebben hem gehaald hoor. Toppie. Het is nu tegen 6 uur en dan is het tijd voor koffie. Lekker hoor. Gistermiddag was een beetje een teleurstellend dagje wat betreft zonlicht. Maar deze ochtend wordt ruimschoots goed gemaakt. Dus tijd voor een fotoshoot. Komt ie. Vind je het niet eng? Eng. Ze lacht me uit. Wat dacht jij dan? Yo, ik had echt precies zo'n foto van jou gemaakt. Hij verschijnt nu hier. En daar was ergens een vogel en dat was echt precies een zwart puntje. Zo was echt grappig. Katje. Het is een uurtje of 7 hier op de grens tussen Arizona en Utah. We zijn aangekomen bij Coral Pink Sand Dunes. Ik had er ook nog nooit van gehoord. En de dames zijn inmiddels al lekker aan het kokerellen, dus dat wordt een heerlijke maaltijd. We moeten even dit ophangen, want ik denk dat het gaat regenen straks. Tjing. Ik heb wel een paar spatjes gevoeld. Maar ik weet niet of het doorzet, ik hoop het niet. Daarachter, daar regent het. En daar onweert het. Ja. We zitten in onze eigen tent. Heeft eten gesmaakt? Ja. Top chef, hè? Ja, nog net voor de bui. Koning. De tier. Zo erg heb ik het nog nooit gezien. Zag je dat? This is real. Zo. Goedemorgen. Na het intense onweer van gisteravond schijnt nu de zon gelukkig weer. We gaan nu even lekker ontbijten. En dan is het plan om naar Zion National Park te gaan. Heel veel tijd hebben we helaas niet meer. En dan maken we ons klaar voor vertrek richting Las Vegas. Good morning. Would you like a map? Yes, please. There is that. Visitor center is 12 miles ahead. Good. Thank you. Have a great Thank day. You. Bye. Scherpe bocht. Ik wil nog de laatste nacht op een campground slapen.
Weet je, we hebben nog hout achter. Maar ik heb het gevoel dat het goed komt. Alright, so go ahead and read that. If you have good. Any questions, you can ask Mr. Doug when you get up front. Okay. Okay? Mr. Doug. Mr. Doug. Thank you. Nou, dat was weer geluk hebben hier op de campground van Zion. Er waren nog 3 plekken toen wij aankwamen. We moesten wel heel lang wachten voordat we geholpen werden om die plek ook daadwerkelijk te krijgen. We gaan nu even naar Springdale om te kijken of daar nog wat spullen te halen zijn voor ons laatste avondmaal met de RV, met de campervan. Ik denk dat dit onze campground is. Het is de laatste avond hier samen met Crayola. Morgen gaan we hem inleveren in Las Vegas, maar voor die tijd gaan we een gezellige avond maken. We hebben wat chippies, wat dippies, en druifjes. En ik denk dat Edwin een lekkere nasje gaat maken, dus dat gaat een hele leuke avond worden. Proost! En zo liggen we erbij hier op deze laatste ochtend in Crayola. Nu zullen we toch afscheid moeten gaan nemen van onze geliefde Crayola. Vanaf het moment dat we Crayola ophaalden in New Jersey was liefde op het eerste gezicht. Wauw. Wow. Maar liefst 11.500 kilometer heeft ze met ons afgelegd, dwars door het prachtige Amerika. De roadtrip voerde door maar liefst 19 staten. We bezochten steden als Detroit, Chicago, Memphis en San Francisco, maar ook nationale parken als Yellowstone, Grand Canyon en Zion. Het was een onvergetelijk avontuur. We gaan je missen.